Dat er hier iets moet gebeuren is al een eeuwigheid duidelijk. Door de spoorwegovergang staat het regelmatig vast hier in het kleine Maarsbergen. Het is gewoon een druk dorp. Er komt een best forse verkeersstroom doorheen. Die er vooral doorheen komt. Dus niet zozeer van en naar het dorp gaat, maar van er doorheen komt. Ja, dus alle oversteken die je moet doen. Mensen die vanuit naar Maren willen, mensen die vanuit Woudenberg komen. Ja, je komt gewoon die verkeersstroom tegen. Over een oplossing wordt al jaren gebakkeleid. Tot nu. De overgang gaat weg en er komen 3 fietsbruggen en 2 spoortunnels. Het stond hier altijd vast. Wat voor hier natuurlijk niet veilig was, maar ook niet voor de snelweg. Dus we zijn heel blij dat dat nu ondertunneld wordt. Als we straks in een situatie zijn waarin je als fietser of als voetganger eigenlijk die verkeersstroom gewoon overheen kunt. Dus niet meer echt moet doorkruisen. Ja, dat is gewoon een structurele verbetering op de veiligheid. De kosten voor het spoorproject zijn in de loop van de jaren wel opgelopen en bedragen inmiddels meer dan 50 miljoen euro. Omwonenden moeten zeker tot en met 2027 nog rekening houden met werkzaamheden en dus herrie. We gaan absoluut hinder van ondervinden, net zoals dat je het zelf hebt als je huis geschilderd wordt, zeg ik dan maar. Maar je weet dat het beter wordt. We beseffen dat er overlast is, dat accepteren we ook. Ja, het is een tijdelijk kwaad wat je erbij moet nemen. En als het project afgerond is, kunnen er straks op dit traject veel meer treinen rijden.